Robert Vunderink. Thomas Bos. Bart Veldkamp. Het wordt weer heel spannend en het wordt weer secondenwerk. En ik hoop dat nu de secondes aan de goede kant zitten. Wat was voor hen de mooiste 10 kilometer ooit? Die me nu echt zo in één keer te binnen schiet is die van Kusterson van Calgary. Dat die na 15 rondjes toch steen kapot zat. En toch nog 10 rondjes waar hij het vandaan had, weet ik niet. Maar verschrikkelijk goed door kan blijven rijden. En een nieuw wereldrecord rijdt. Gezien. Oeh. Heel moeilijk. Ik denk dat ik die zelf gereden heb. Waar, wanneer, hoe? Nou, tijdens het EK 1990 reed ik van mij een hele goede 10 kilometer. Dat was een van de beste races die ik ooit gereden heb. Voor mezelf, die ik zelf gereden heb, is toch wel in Alkmaar geweest. Dat ik 14-40 reed toen ik echt, dan ging ik echt 2 of 3 keer dood. Maar ik kwam gewoon door die punten heen en toen kon ik door blijven rijden. En dat is toch voor mezelf. En verder de idealen die ik ooit gezien heb was 4 jaar geleden toch wel van Kustafsson. Dat was de ideale 10 kilometer die ik ooit gezien heb. Maar denken de heren ook over hun tegenstanders van morgen? Als je dan hier aan de startstreep gaat en je denkt dan gewoon die is goed en die is goed, dan kun je net zo goed niet starten. Je moet gewoon denken, ik rijd het beste wat in mijn lichaam zit. En dat is de ene dag iets meer dan de andere dag. Maar heb je helemaal niet aan tegenstanders gedacht? Nee, absoluut niet. Het interesseert je niet? Nee, het interesseert me ook niet. Je kent ze, je zegt ze goeiedag en dat is het? Ja, dat is het. Kijk, als dat startschot gaat, dan heb je er niks meer aan. Dan moeten de benen op dat moment het doen. En hoe sterk zit het tussen je oren, hoeveel pijn kun je daar geleiden. En dat kan niemand veranderen, alleen jezelf. En op een gegeven moment, je weet dat die pijn komt. Alleen je weet niet naar hoeveel ronden. En je weet niet hoeveel je moet. Nou, daar moet je doorheen. En de ene dag lukt dat wel en de andere dag lukt dat niet. We zijn met z'n 5 denk ik. En dat wordt heel krap. Maar voor hetzelfde geld zit ik daarvoor en het kan er ook tussen zitten. Vunderink, Karlstad, Bos en Kos als die het volhoudt. Dat zijn er 5 dus? Ja, en dan mezelf erbij. Die had ik er al bij geteld. Oh. Ja, het zijn er 5. Dat is het toernooi. Voor de rest hoeven we geen illusies te maken dat iemand anders mee kan. Nee, denk het niet. Ik voel me lekker. Dus het moet mij. Het moet mij. Jawel. Ja, de rest valt eerder af. De rest valt denk ik tussen de 5 en de 7 kilometer af. En de toppers die gaan door tot de 8, 8,5 kilometer. En dan begint het pas. Dan wil je stoppen, maar je mag nog niet stoppen. Dan zie je die ronde borden staan en dan moet je doorheen. Dat lijkt me vreselijk. Nou, is het ook. Maar je weet, als je er bent en je gaat staan, dan is het ook over. Dan is het voorbij. En dan is na een minuut en dan is de pijn over. En daar heb je dus al die maanden nu voor getraind? Ja, maar iedereen. Maar ik voor graag. Ik ga voor goud.